Oké, hier is hij dan. De Emu's Farming uitlegfilmpje als antwoord op heel veel vragen. Wat gaan we bespreken in deze tutorial? Dat is het volgende. De adstrip deel 2. Heb ik al een paar keer besproken dat we dat een keer zullen doen. Hoe maken we een adstrip op een bewegend onderdeel? Dus bijvoorbeeld op een achterklep die open gaat. De volgende onderdeel zal worden het opvoeren van trekkers. Gaan we bespreken. De geluiden aanpassen van tractoren gaan we bespreken. RAR en SIP-bestand. Hoe zit dat nou precies? Want heel veel vragen is van hoe zit dat nou? Moet ik hem uitpakken? Moet ik hem niet uitpakken? Waar moet ik hem heen zetten? Ga ik allemaal bespreken. Geld cheaten. Dus met een safe game beginnen dan even wat meer geld op de bank heen zetten. Gaan we even bespreken. Het maken van een screenshot. Screenshot. Hoe maak je die en hoe vind je ze weer terug? Updaten van Farming Simulator. Waar moet je zijn? Wat moet je doen? En als laatste DLC's downloaden en installeren. Alle programma's die ik gebruik in deze uitlegfilm, die zal ik in de beschrijving hinnen zetten. Zoals bijvoorbeeld de WinRAR en de editor en de notepad. Alles komt even in de beschrijving te staan. En ook al deze losse onderdelen die we hier bespreken, komen ook in de beschrijving precies te staan bij welke minuut en seconde die onderdeel begint. Dus mocht je enkele dingen welke weten en niet weten, kan je zo even daarheen klikken. En dan weet je precies wanneer die onderdeel begint. Ik zal zeggen, ik hoop dat je er wat aan hebt. Komt de uitlegfilm nu. Zo. Gestart. Koosjaten. Jouwe. Koosjaten zit nu naast mij, dus even wen. Want meestal zit er een mooi neentje van me af. Ik ging alles doen wat ik zeg, maar ja, ik ken nou niet. Dit is onze grote sponsor, hè? Ja, hele grote sponsor. Ja, en we wilden even een filmpje weer maken over die adstrips. En even zien of we dat nog even weer beter kunnen uitleggen. Nog weer even goed en detail kunnen vertellen hoe maken we een logo op een machine die beweegt. Ik zal nog even naar de game toe springen. Deze bijvoorbeeld is een keeper. Ik wil die een BTN de Haas logo hier achter op de keeper plakken. Maar dat kun je niet zomaar op die keeper zetten. Want als je hem omhoog doet, dan moet hij ook mee omhoog. Belangrijk dat je hem dus op de juiste plaats monteert. Dus wat wil ik door verbruiken is deze BTN de Haas logo. Dat is heel makkelijk. Doe je rechter muisknop, afbeelding, opslaan als. Maar dan heb ik hem hier al opgeslagen. Dus dat hoeft dus niet meer. Maar dat is een PNG bestand. Die kunnen we straks gebruiken als adstrip. Mee eens, Ko? Ja hoor. Oké, okay, dan hebben we die opgeslagen in onze afbeeldingen. BTN de Haas, er komt ook even een linkje van in de beschrijving. Maar dat staat er ook al. Gaan we naar de Jochskin. Wat je moet doen is bij die afbeelding een nieuwe adstrip maken. Ik heb hier al wat meerdere adstrips, bijvoorbeeld die van de Emu's logo. Als je deze dus aanklikt, opent de editor zich met alleen deze logo. Zal ik hem doen? Heel klein, ergens in de verte. Zie je dus die logo. Maar die gaan we dus importeren op die Jochskin keeper. Oké, niet bewaren, zo. Wat moet je dus als eerste doen is even een bestaande adstrip pakken. Dus ik heb hier al nog even een voorbeeldje. Ik heb hier die Jochskin al uitgepakt. Dit is die Jochskin keeper. Zo met een dubbelklik. Hier is die Jochskin keeper. Ja. Nou, zitten door meerdere dingetjes in. Wat bijvoorbeeld de achterklep is. Door moet hij straks op. Hij moet straks op die achterklep. Zo. Maar wat is de achterklep? Dat moeten we hem opzoeken. Dat is altijd even zoeken waar hij zit. Even kijken of we nog beter kunnen selecteren. Kijk, de door, dat is hem, de deur. Dus die adstrip moet in de submap van die deur. Maar dan gaan we eerst die adstrip even klaarmaken. Hij hoeft nog niet worden gesloten.
pak me een bestaande ad-strip. Deze wil ik even kopiëren. Die moet ik bewaren, dus die kopieer ik. En plak ik in de Joskin map. Zo. Maar nu is het dus geen Emus logo, maar BTN. BTN. Maar nog steeds is dit die Emus logo. Die open ik met paint.net. Zal ik hem wel even laten zien? Dat is hier, getpaint.net. Hier kun je hem downloaden. Volgens mij hier. Dan heb je die paint.net downloadpagina. Komt ook in de beschrijving. Dubbelklik ik dus nou, want dat heb ik al geïnstalleerd. Zo, dit kan in principe gewoon verwijderen. Ik selecteer hier, rechthoek, selecteren. Alles. Hup, delete, weg. Nou is het belangrijk dat deze afmeting zo blijft. Oké. Ja, serieus. Die BTN logo. Die open ik ook met paint.net. Komt die hier staan. Ctrl A en dan Ctrl C. Copy. Ctrl V. Plakken. Nou heb ik hier al BTN. Dus dat schiet alweer op. Maar hij mag wel een beetje groter. Een beetje groter. Maar dat kan straks ook wel met de schaal van de adstrips. Nou, een beetje zo. Zo. Maar eens, Ko. Ja hoor. Ik kan hem hier ook een beetje vergroten. Zo is hij al, nou, een beetje zoals we hem ongeveer hebben wilden. Nou sla ik hem op. Opslaan. Niks aan de standaard afbeeldingen niet aanzetten. Gewoon zo lang. Oké. Opgeslagen. Sluiten. Nu is er een adstrip bekend. Waar zit ik ook alweer? Zo, Joskin. Dan heb ik die adstrip BTN hier opgeslagen als BTN. Dus we kunnen hem importeren. Let wel, de map moet in de Joskin map zitten. Zometeen als we hem gaan inpakken. Dus, file import. Ik zit hier weer bij de Joskin. Let op, hij zit bij de Joskin. S-BTN. Ik dubbelklik die. En dan hebben we hem hier. Hier is hij. De BTN logo. Die moet op de deur. Maar ik ga hem eerst even. Ik ga hem eerst zo goed mogelijk op zijn plek zetten. Kijk, hij is hier helemaal. Dat zie je nauwelijks. Zo. Zo. Zo, een beetje zo en dan komen we alweer wat dichterbij. Zet me hierin. Kijk, nou begint er al tegen de klep aan te lopen. Een beetje naar beneden. Zo. Dit is Flaga. Maar hij is een beetje klein. Hij kan hem wel even ietsje groter. Dus dan kan die schaal wat vergroten. Hier is de schaal 1.5. En die andere schaal ook hem 1.5. Dan kan hem alweer, is er alweer een beetje groter. Nou, zal hem zo een beetje inzetten, koper zetten. Oh ja, doe maar even, jongen. Ja. Oké. Okay. Leg hem erop. Nou staat die adstrip helemaal hier. Maar dat moet niet. Die moeten we kopiëren in de deur. Hij moet aan de deur vast. Als ik hem gewoon op de keeper doe, blijft het staan. Ja, juist. Dan zweeft er. Dan zweeft er in de lucht. Ja. Dus hij moet aan de deur. Dus dan doe ik hem hier met Ctrl X knippen. En ik pak die deur. Ctrl V plakken. Maar nou is hij weg. Soms blijft het staan en soms is hij weg. Dus ik moet hem even weer opzoeken. Hij is helemaal doorheen flipt, zie je dat? Ja. Snap niet? Nou, we hebben hem alweer redelijk in de buurt. Zo. Een beetje zo. Ook niet kant om. Die manier. Soms kun je die pijl niet bedienen, maar dan moet je dus even...
Zo. 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 En hoe navigeer ik zo dat ik hem kan bewegen? Dan hoor je de Alt ingedrukt. Dan kun je met muis links, rechts en twee muizen en links en rechter muis kun je navigeren. Dat is wel handig om te weten. Zo. En laat ik de Alt weer los, dan kan ik die pijltjes bedienen. Dus hij moet een beetje kantelen. Zo. Nou. Hij is zo goed als vlak aan. Oh. Dik. Vlak aan. Zo. Nou, moet ik hem opslaan. File. Opslaan. Sluiten. Om hem straks nou even in de game te proberen, moet ik dit dus even inpakken weer als zipfile. Die zipfile leg ik ook nog even uit in deze filmpje, dus kom nog op terug. We maken hier even een zipfile van. Alles selecteren, rechtermuisknop, toevoegen aan archief. Joskin, nou een BTN Joskin. En het moet geen RAR wezen, maar een zipfile. Oké. BTN Joskin.zip. Nou, kunnen we ook de winkelafbeelding veranderen. Dat is deze. En dat zonden we hier nog even BTN bij eens, hè? Ja, bak hem erin. Zal hem erin, bak? Ja. Doen we even. Voor jou alleen. Mooi. Pak ik even die. Dubbelklik ik weer. Met Ctrl A selecteer je alles. Ctrl C. Kopieer je, ga je weer naar de keeper, Ctrl V, plak hem hier weer neer. En ik schuif hem mooi een beetje hier naartoe. Zo, bestand opslaan. Niks aan de afmeting veranderen, gewoon zo opslaan. Sluiten. Maar nou hebben we dus weer wat veranderd aan die mod. Dus moeten wij die Joskin even weer opnieuw opslaan. Dus die store, dus de winkelafbeelding, is nu BTN. Dus moeten we hem opnieuw met die adstrip, wat heel belangrijk is. Want heel veel mensen die zoeken die adstrip ergens anders weg, maar die pakken het niet in som met de Joskin. En daarom heeft heel vaak een wit vlek in het beeldscherm. Toevoegen aan archief. Joskin. BTN Joskin.zip. Oké. BTN Joskin.zip. Ik schuif hem weer naar de mods. En dan gaan we kijken hoe dat er nou uitziet. Carrière. Ik doe even de mod testmap. Hier staat een Joskin. Maar dat kan de BTN Joskin wezen. Denk ik wel, maar die begint met een B. En deze begint met een J. Maar we doen ze allebei even. Kunnen we even kijken. Oh, dan moet ik hem trekken bij, of niet? Ja. Welke? De TA zeker? Nee, die MB-trek. Oh, die MB-trek? Ja. Beetje neutraal, hè? Ja. Winkel. Keeper. De BTN Joskin. Kijk eens uit. Mooi in de winkel. Is dat nog niet fantastisch? Oh, wat mooi, hè? Nou, doen we die even. Kopen. Ja. Oké. Terug. En dan die even. Als verschil. Kopen. Ja. Oké. Terug. En een trekker. Ik sta weer stemmen. Gewoon even naar die keeper toe lopen. Nou, door zit de adstrip BTN. De haas. Staat er mooi op de keeper. Maar nou is straks nog de vraag. We hebben nog niet test. Dit is gewoon één op één opgenomen. Hier is de zonder. En hier met. Gaat die BTN mee omhoog? Gewoon testen. We gaan het zien. Test 1, 2, 3. Ja! Kijk eens! Fantastisch! Mooi toch? Dus zo zet je dus een adstrip op een bewegende deel. Zoek de klep op en zet hem onder die klep in de submap. Nou, super toch? Echt mooi. BTN, helemaal mooi strak helder in de midden. En zo kun je dus je eigen afbeeldingen zelf maar hoe je het maar wil. Ik nou. Zeg gas. Ayatollah, nee. Gas. Nou, einde van deze voorstelling. Oké,
Volgende onderdeel. Opvoeren van trekkers. Die steier van ons, die loopt... Wat loopt er? 61. 61 ongeveer. Maar die wil mee met staken maken en die moet... Nou, 75? Ja. Net als de blokdeuts. Ja. We gaan hem eerst even kopiëren en even plakken in onze testmapje. Want als we zitten rommelen, willen we natuurlijk niet gelijk het origineel verknoeien. Dus dat heb ik al even gedaan. Ik heb hem hieruit gekopieerd en hier weer heen gezet. Dus we kunnen nou doen wat we willen. Gewoon hier hem uitpakken. Gaan we die gelijk even verwijderen. Zo, verwijderen. Oké, dan moeten we de XML bestand hebben van de Steyr. Die dubbelklik je met de Notepad++. Kan ik wel even een linkje van doen. Openen we die hier. Maar wat zoeken we? Ko? Wat moeten we weten? De torx en de toerental van de motor. Oké. Om hem sneller te laten rijden op de weg, kun je eenvoudig de maximaal toeren verhogen. Juist. En nou zie ik hier in de door. Ja. De 6270 en de 6300. Ja. En de 6300 heeft een gewoon iets hogere torque scale. Ja. Dan de. Dan die. 6270. Dus wat doen we? Bij de 6300 staat verder geen snelheid. Nee. Dat staat allemaal bij de standaard 6270. Ja. Hier allemaal. Ja. Wat willen we doen? Hij moet harder lopen. Hij loopt nu op dit moment 60. Ja, die zet me op 75. Ja, tik tik. 75. Ja. Wil hem ook sneller achteruit? Ja, 35 niet. Max, ja? Ja, gewoon gaas. Ja? Ja. Oh jongen, ik ken hem met KLM. Ja, jongen, goed gaas. Oké, 35 achteruit. Ja. Hoppakee. Kun je zeggen? De brake force wil ik ook omhoog, want dat is ideaal. Juist. Die zetten we hem op 30. Oké, dus achteruit loopt het nou 30. Nee, dit is de kracht van het remmen. Hij riet achteruit 30, hij riet vooruit 75. Moeten we de maximum toerental nog omhoog brengen? Ja, was u de kruk als op stroom hem liggen? Dat mag me nooit wel. Het is een FPT, hij kan wat aan. Ja, nou zet hem maar op 4000 daar. 1, 2, 3, 4. In principe die torque, als we die omhoog schroeven, krijgt hij alleen maar meer pk's. Dus we zetten die 6270 komen wij in principe, wij kopen altijd de dikste. Ja. Dus we zetten die torque nog even op, niet op 1.9, maar op 2.5. Ja, is goed. Gaan we gewoon even zien wat er gebeurt. Nou, HP 350, nou, geloven we allemaal wel. Zo hebben we hem al even een beetje kiedeld. Zijn we dat even een beetje... Hem testen? Ja. Opslaan. Hoppakee. Sluiten. Nou is die opgeslagen. We gaan nog even checken of dat zo is. Torque scale 2.5. Ja, opgeslagen. Nu gaan we die even inpakken. En even een naam geven toevoegen aan archief. Teststeyer. Punt. Sip, heel belangrijk, Koos. Ja, dankjewel. Ja. Oké, ingepakt. Pak me die. Zet me gelijk in de mods map. Starten we de game even op. Starten. Winkel. Trekkers. Nou, we pakken ze gewoon allebei er eens een bij. Die? Ja. De 300. Zwart. En die andere rood. De 300, rood, standaard, oké, ja, oké, terug. Dit is de standaard trekker. Zie je direct al rechtsonder in beeld, de maximum snelheid is 61 km per uur. Klopt. Dus we riemen even. En ik rem even. Ja. Volgende. 75 km per uur, staat al onder in het beeldscherm. Hier zo. En ik rem. Hij staat sneller stil en hij is sneller voor. Zo simpel. Voer je een trekker op, dames en heren.
Achteruit loopt het ding ook 35. Hoi, Kiel, probeer dit maar met een jasje en koosjaten. Oh, dat gaat leuk, hoor. Dat moet knap sturen, joh. Kijk, 75, ik trap op mijn rem. Zo dat kost die ban. Ja, dit kost die ban. En remploot. Ja, ook. Ontleven. Hoi, Kiel. Nou, goede test of niet? Ja, hoor. Oké. Okay. Dit hebben we het zo wel goed besproken, denk ik. Ja. Volgende item, Co. Yo. Geluid. Geluid. Zullen we die hem aanpassen? Ja. We wilden de steier dezelfde geluid geven als de beest. Kijk, in de steier heeft geen map met geluid. Dus dat betekent, hij pakt het geluid van de in-game spul. Dat kunnen we zien door de XML-document even te openen. En hem naar het geluid te gaan. Opzoeken voor de geluidjes. Hier. De sound. Hier staat allemaal data vehicles. Data vehicles. En dat betekent dat is allemaal in-game geluid. Wil me aanpassen? Gaan we die aanpassen door een map met geluidjes erin te plaatsen? Nou, die van de Beast, die bevalt me wel. Hier zitten sounds. Allerlei soundjes zitten hierin. Bijvoorbeeld deze klakson. Raas! 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 Nou, dat was duidelijk. Dus we doen deze map. Kopiëren we hem. Ik doe alles met een rechtermuisknop, dat is ook even duidelijk te zeggen. Kopiëren. En die plakken we in de steier map. Plak. Zo, dan zitten de sounds er al in. Wat moeten we doen? Om die sounds ook aan de gang te krijgen. Dat is om die XML-file aan te passen. Dubbelklik, gewoon naar de sounds toe. Die motor start sound, die moeten we dus veranderen in de map van de steier. Dus dat is, nog maar kort, hè. Sounds slash dit. Dus motor start sound is die, denk ik. Dat lijkt me wel logisch. Doen we dit veranderen. Sounds zorgt ervoor dat het exact dezelfde submap is. Dus sounds slash en dan. Dat is helemaal even compleet. Kopiëren. Ctrl V is plakken. Zo, dat is de start sound. De idle sound, moeten we nou hem? Dat is die. Dus dan wordt dat. We kunnen ook wel hier zo doen. Sounds slash kopiëren plakken. Met Ctrl V. Plakken is een prachtig. Dan de motor stop. Die zit hier ook. Dus dan pakken we die ook. Nee, hier gewoon weer. Zo. Sounds slash. Kopiëren. Ctrl V. Plakken. Zit nu op de stop sound. De run zit hier ook. Dus gaan we die ook pakken. Nou, doen we gewoon. En ook al doen we het fout, dan heeft het ook niks, hè? Nou, we zo hebben al heel wat aangepast, dus we gaan gewoon proberen. We slaan dit weer op. Opslaan. Sluiten. Nu is het dus wel de bedoeling dat dit mapje mee wordt ingepakt. Anders doet hij het niet. Toevoegen aan archief. Test 2. Steier, zip, oké. Okay. Zetten we weer in de map en dan gaan we weer proberen. Dan zien we al 3 sterren, dan worden al drager. De 300, rood, brede baan, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Pak met die, de 300, zwart, brede baan.
Oké. Okay. En de 300 oranje. Of nee, wit. Rood-wit. Wit, ja. Wit. Oranje, had ik heel. Zo, zo. Tik, tik, of dit. Deze loopt 61. Dit is de standaard. Dit is de standaard. Hallo? Ja. Kijk. Daar is al die met een mooi geluidje. Dus op deze witte hebben we de torque aangepast. Dus die wil 74 met het standaard geluid. Zit nou vast? Nee. Ja. Pak me de. Kijk eens, heb een heel ander motortje kreeg. Dit is het nou al de beast geluid kreeg. Ja, we hebben de klakson nog niet veranderd. Nou, zo pas je dus de geluid na. We springen nog even over, doen we als laatste de klakson en dan is het wel goed of niet, Kosja. Zo is het. Pakken we even de... Kijk, ik heb hier nog een hele mooie toeter. Dus die doen we er ook nog even mee. Pak maar de XML-file. Zoek me nog even de horn op. Waar zit ik al? Honk. Yes. Honk. Yes, yes, yes. Even weer terug. Sounds. Oh, niet met hoofdletters. Maar dat gaat niet goed. Slash. Gas waf. Gaspunt waf. Copy. Ctrl V plakken en dan slaan we deze op. Opslaan. Sluiten. Even weer terug. Doen we als laatste deze nog even inpakken. Toevoegen aan archief. We maken hem dezelfde naam. Test 2 staat punt zip. Oké. Okay. Doen we die. Zet hem in een modsmap. Het bestand is er, heeft hij al dezelfde naam, dat heb ik zelf gedaan. Vervangen. Oké, okay. Er staat nog één keer de game. Dit is een herders toeter. Dit is herders toeter. Gas! Ja! Gas! Dat is hem! Gas! 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 En zo mooi ga je het. En zo makkelijk is het. Yes? Yes, home. Dat is al. Zo gaan we het doen. Oké, okay. Volgende onderdeel. Heel veel vragen hebben ze het over de mods van de Farming Simulator. Hoe, in welke, waar moet dat, waar zit dat en hoe zit dat met die extensies van zip-files en RAR-files? Nou, normaliter zitten de mods in de Mijn Documenten, My Games, Farming Simulator 17, mods. Dat is je modpakket waar je mee aan de gang kan. Maar dat... En de Farming Simulator 17 game die ziet zip files. Maar als je iets downloadt en dat is een RAR file, R-A-R file, dan moet je die eerst uitpakken. Dat is een beetje een regel die ze aanhouden. RAR files pak je uit, door zitten meestal meerdere zip files in. En wat is nou een zip file? En wat is nou een RAR file? Het zijn beide NPAC files die je kan uitpakken met het programma WinRAR. Hier zit een download link, maar ik zal de link ook wel even in de beschrijving zetten. Dat zal ik zo meteen niet vergeten, probeer ik. Dan moet je WinRAR installeren en zo kan je RAR files uitpakken naar zip files. En pak dit niet uit hier bij de mods, want Farming Simulator ziet het zo ook wel. Maar wanneer zie je dit en wanneer zie je dit niet? Want hier staat wel type bij WinRAR zip archief, maar heel veel mensen hebben dit uitstaan, extensies niet zichtbaar. Dus ik heb hem aanstaan, is veel makkelijker. Maar hoe doe je dat? Doe je even zoeken op extensies.
bestandsextensies weergeven of verbergen. Klik ik die aan, kun je hier zeggen extensies voor bekende bestandstypen verbergen. Dat kun je aanvinken, maar dan is al dat SIP en RAR en EXE en JPEG en PNG is allemaal weg. Dat wil ik niet. Ik wil zien wat voor file het is. Gelijk hier. Dus dan heb je die, moet je die even uitvinken en dan doe je toepassen en oké. Okay. Dus dan zie je die SIP-file wel. Ik heb hier bijvoorbeeld een RAR-file, Don Diego map. Die zijn we net met begonnen. Hier is een RAR-file, dus die moet je eerst uitpakken. Staat er ook achter in Duits. En te pakken, doe. Schoen! En hier ook, ik had nog een JCB-pack van EMUS, had iemand mij opgestuurd. RAR. Hè? Alle SIP's zijn ingepakt in RAR-files. Hier zie je ook, dat moet je even uitpakken. Hier zit nog weer een SIP-file in. En die moet je dan hebben. Dus dan een RAR pak je uit en een SIP laat je staan. En SIP-files kun je naar je mods toesturen. Ja? Einde onderdeel. Oké, komen we nou bij het onderdeel geld cheaten. Is wel mooi, want ik heb ook bijvoorbeeld een testmap. Dan kan ik even wat meer geld, kan ik even wat dingen kopen en proberen. Nou, ik open even mijn testmap. Mod testmap. Daar heb ik nou veel te weinig geld op. Hier, maar 158.000, daar ken je niet zoveel mee. Dus daar wil ik wat meer mee. Dus die save game heb ik even opgestart. Zonder mods. Opgestart. Je moet gewoon een lege save game een keer zo opstarten. Die start je op en dan doe je gelijk op escape. Spel opslaan, ja. En dan verlaten. En dan stop je hem, ja? Kom je nou bij het volgende uur. Mijn documenten. My games. Farming Simulator 17. Save game nummer 5. Dat was diegene die ik had opgeslagen de laatste keer. Doen we die? Dan heb je hier een stuk op wat files. Pak je carrière save game. Open je met kladblok. En dan zie je hier een allemaal tekst. Nou, dan zoek je met Ctrl F. Money. Zoeken. Zie je, dan komt hier staat money. En dit was dus die 158.000 die we hadden staan. Nou, ik wil mods checken op deze save game. Dus die zet ik even op 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 miljoen euro. Gaan we die sluiten. Wilt u deze opslaan? Ja, opslaan. Sluiten. De game staan. Komt die weer aan. Zo, carrière. Save game 5. 10 miljoen euro. Zo makkelijk cheat je geld. En dan kun je met deze map aan de gang. Einde onderdeel. Oké. Okay. Volgende item. Hoe maak ik een screenshot? Screenshot. Nou, op de volgende manier. Helemaal niet zo moeilijk. Je ziet het knopje op de toetsenbord. PRTSC. Die druk je in. Bats. Zo. Dan heb je hem al gemaakt. Doe hem nog even mee. Zo, even zo. Nog een keer een screenshot. PRTSC. Print screen. En ik wil nog een maken. Mooie vlaggetjes. Zoiets. Die? Zo. Die wil ik ook doen. Zo. PRTSC. Pats. Hoe mag ik... En nou, waar ben die screenshots bleem? Dat is eigenlijk soms wel eens een probleem. Van, ja, ik heb vroeg, jongen. Ik heb muziek. Ik heb een screenshot gemaakt. Alleen ik heb geen flauw idee. Waar is die screenshot? Hier niet. Onder die tegels niet. Nergens niet. Waar vind ik die screenshot in de vrede weer terug? Nou, niet in de game. Dus we gaan er even uit. Waar zit nou die screenshot? Documenten. My Games. Farming Simulator 17. Screenshot. En dan zie je al die screenshots die je altijd gemaakt hebt. Nou, die laatste screenshot die begon toen met die truc. Floep, dat is hem. De screenshot. En die andere. Ook mooi. En die met die schuur, met die vlaggen. Staan ook aanwezig. Nou, ideaal dus. Documenten, My Games, FN17, screenshot. Einde van dit onderdeel. Jongens, wat leren we veel vandoor? Dat wil ik maar even zeggen. Oké, volgende item. Update van Farming Simulator.
Ik ga wel eens met abonnees live op YouTube. Maar dan moet zij ook, moet alle updates wel geïnstalleerd hebben. Hoe installeer je die updates? Ga je naar farmingsimulator.com, daar komt dan een download link in de beschrijving. Farmingsimulator.com, updates. Zie je hier altijd de laatste update. De nieuwste is de 1.4.4. Zorg ervoor dat je altijd de laatste update hebt geïnstalleerd, want dat werkt het altijd beter als degene daarvoor. Dus klik aan en dan komt hij bij je in je downloadmap terecht. Hier bij mij in mijn downloadsmap, hier staat ook Farming Simulator patch 1.4.4. En die dubbelklik je en hij doet zijn ding. Dan is hij weer geüpdate. Ja? In principe was dat deze uitleg voor de updates. Einde van dit onderdeel. Oké, volgende onderdeel. DLC's, downloadable content. Dat is bijvoorbeeld die Kuhn DLC die wij in de game hebben zitten. Of straks de Big Bud DLC. Hoe installeer je die op je PC? Ik heb het alleen maar over de PC versies. Ik heb geen verstand van Xbox of PlayStation dergelijke. Hier weer naar farmingsimulator.com. Nou, die link staat inmiddels al in de beschrijving. Ga je naar DLC. Hier heb ik bijvoorbeeld mijn Kuhn DLC weggehaald. Dan klik je op de Kuhn, maar ik wil even naar de Big Bud. Even zien, maar ik, ja, slot wat weten jongens, ik heb geen idee. Klik je aan. Hier zie je al dat die €15 gaat kosten. Nou, we gaan eerst even snel zien, wat is het, nou, allemaal dik spul. Dat zal voor onze nieuwe map wel redelijk passen eigenlijk, maar we zien wel even of we dit gaan doen, weten we nog niet. Maar in ieder geval, hoe doe je dat? Je gaat hem eerst betalen. Je of creditcard, PayPal of Ideaal, is gewoon met je bank. Dan klik je op, ik kan het niet allemaal laten zien, maar dan klik je op betalen. Het is afgerond. Je moet ook je e-mail intoetsen. Zorg ervoor dat je goed je e-mail hebt ingevoerd, maar dan krijg je natuurlijk nooit een e-mailtje. Maar dan krijg je een e-mailtje met een link en een code. Als je betaald hebt, krijg je een link en een code. Die link kom je hier weer heen. Je vult die code in en je krijgt een installatiepakket. Geen modpakket, maar een installatiepakket. Deze installatiepakket die installeer je in je game. Net zoals de update van bijvoorbeeld Fun Farming. En dan kun je die spelen. Staat die ook in je modpakket, kun je aanvinken of uitvinken. Dat is in principe het downloaden van een DLC. Een downloadable content. Yes? Nou jongens, dit waren alle items. Ik hoop dat je er wat aan had hem. Ik hoop dat je er weer wat van opstoken hem. En dan zien we jullie bij de volgende normale upload. En anders bij de volgende livestream wel eens weer terug. Ik zal zeggen, groet.